Ja, Valentijn, dit had ook jij niet verwacht, hè? Ja, dat had ik wel verwacht, dat heb ik ook voorspeld. He? Alleen, ik heb ook nog een derde voorspeld, dus volgende week SC 20 dat ze die ook winnen. Het masterplan van Farioli, dat dat, uh, nou ja, aanvankelijk was dat cynisch, maar je moet wel eerlijk zijn dat hij uh, tot dusver twee keer uh, een geweldig plan uh, heeft uitgedacht. Om uh, eerst Feyenoord en daarna PSV te verslaan, de kampioen en de vice-kampioen van, van vorig jaar. En volgende week wachten nummer drie van vorig jaar, SC Twente. Ja, als je die drie wedstrijden wint, dan uh, moet je eerlijk uh, bekennen dat ze mee moeten gaan doen om de landstitel. Wat is er in een kleine week bij Ajax dan toch veel veranderd? Hè? Ik bedoel, zondag, Willem 2 was niet om aan te gluren. En nu, zes dagen later, win je van Feyenoord en win je van PSV. Nou, het grote verschil is natuurlijk dat je tegen tegenstanders speelt die willen voetballen. En dat uh, bleek ook uh, dit PSV uh, met de opbouw van achteruit. Vaak met drie man en uh, Borstkakli die doorschuift uh, naar het middenveld. Dat is heel riskant. En, uh, maar het, dat geeft wel ruimte voor Ajax om te voetballen. En waar zij moeite mee hebben, zijn tegenstanders die de boel helemaal dichtgooien en uh, de bussen parkeren. En daar moet je dan omheen en doorheen of overheen uh, spelen. Ja, en, en daar hebben zij moeite mee gehad tot dusver. En ze hadden nog geen grote tegenstanders gehad. En als er dan grote tegenstanders komt, dan komt er ruimte voor, voor Ajax. En ze zijn in de omschakeling heel goed. Maar ik moet ook zeggen, ook nu weer bij fases, waren ze ook gewoon dominant aan de bal. Ook op de helft van de tegenstander. Op de helft van PSV in dit geval. En dan kwam PSV er uh, heel, man, heel moeizaam uit. En zeker in die slotfase. En dan mag PSV van geluk spreken dat het geen uh, 4-2 of 5-2 wordt. Hebben we Varioli dan in de eerste weken van de competitie toch een beetje onderschat als trainer? Nou, weet ik, weet ik niet. Hè. We zijn nu uh, tien of elf wedstrijden onderweg. En laten, laten we afwachten wat hij uh, verder weet te brengen. Want het is natuurlijk nog niet het volledige Ajax-voetbal wat je verwacht. De dominante aan de bal. Uh, het, het is nog wel veel omschakelvoetbal. En dat is de volgende stap die gemaakt moet worden. Maar dit biedt wel uh, perspectief. En, en, en hou vast voor Ajax. Dat je weet. Dat je, dat je dit soort tegenstanders kan verslaan. En dat gaat natuurlijk in die kopje zitten bij, uh, bij Ajax. En dat zag je, de overwinning van Feyenoord was daar natuurlijk heel belangrijk in. Dan weet je dat je je kan meten met uh, de beste van Nederland in ieder geval. En, ja, en dat hebben ze ook uh, nu laten zien tegen PSV. Hè. Er was helemaal geen stroom of geen angst om PSV te bestrijden. En uh, dat is wel de grote, het grote winstpunt. En ja, uh, verdedigend zit het uh, redelijk in elkaar. Ondanks dat ze dit keer twee tegendoelmen incasseerden. Maar de een was dan uit de corner en de andere... Ja, er wordt gewoon niet scherp genoeg verdedigd. Maar voor de rest geven ze niet echt heel veel kansen weg. Vond je PSV ook uh, ja, tegenvallen? Heel erg. Nou ja, je, je weet natuurlijk allemaal wie ze allemaal missen. Ze missen Dest, die, die mist het hele seizoen al. Maar ook Schouten en Veerman. Waardoor Tilman op een plaats komt te spelen waar hij nie, waar niet op wil spelen. En dat heeft hij vandaag wel heel duidelijk laten blijken. Want Ajax had daar wel veel vaker van kunnen profiteren. Eén keer wat hij nu deed, dat ja, met heel veel risico uitverdedigen. Waaruit die goal uiteindelijk die winnende goal komt. Dat deed hij ook al een keer eerder. Ja, dat, dat kan je gewoon niet maken. als Nummer 6, met je rug naar de goal. Dan, dan moet je ja, op, op zeker gaan. Maar ook die, scheids, of die uh, keeper viel natuurlijk ook uh, niet vrij te pleiten. Die heeft het uitstekend gedaan als keeper. Maar in de opbouw maakte hij gewoon verkeerde keuzes. Hoe kan je die jongen aanspelen met drie aioxide in, in je rug? Ja, dan, die bal moet gewoon naar voren. Die moet gewoon naar, naar voren, ja. Wat zegt dit nou, denk je, over de rest van de competitie? Ik bedoel, is het nou weer spannend nou, geworden om de titel? Nou dat, of, dat lijkt of? me wel. In ieder geval is de competitie weer open. Want als PSV hier had gewonnen, dan zou het verschil uh, acht punten zijn geweest. Ja, en PSV is niet een ploeg die heel veel punten overal verspeelt. Dat hebben we de eerste tien wedstrijden gezien, die gewoon allemaal werden gewonnen. Maar nu is de competitie is in ieder geval uh, open. En Ajax heeft laten zien dat je ook tegen PSV punten kan pakken. Dus dat moet een uh, stimulans zijn voor andere partijen of andere clubs in de Eredivisie om, om PSV toch ook uh, ja, misschien wat scherper te bestrijden dan wat er tot nu toe uh, gebeurt. Want ja, af en toe denk je wel dat de rode loper wordt uitgelegd, uh, in, in, zeker in Eindhoven. Als je sommige clubs ziet voetballen daar, uh, op, op Sparta na dan. Maar uh, ja, ze, ze, ze zijn te pakken. En, en dat, moet, dat moet ook de les zijn voor de rest van de Eredivisie, uh, na aanleiding van wat Ajax hier vandaag heeft laten zien.